Zaterdag 26 juli. Het was de bedoeling om rustig naar huis te wielen om zondagmiddag thuis te komen. Daarom opteerden we om geen tolwegen te nemen. Maar het verkeer verliep zo vlot dat we vandaag iets over 5 onze oprit opreden. Gisteravond sliepen we in Cloisy-le-Loire. Merk op, dit is geen tekfout, er staat geen E aan deze rivier. De kamperplek zelf stelde niet zoveel voor, maar het was er wel rustig slapen. Ik had nog 2 kastjes opgeslagen en hoewel we ze beide niet vonden, was de wandeling meer dan de moeite waard. We ontdekten een oud klooster en een prachtig park waar de Loire doorheen vloeit. Vandaag wilde ik nog eens bij water overnachten, maar als je merkt dat je rond 5 uur kunt thuiskomen, dan is het een beetje onnozel rond 3 uur nog ergens halt te houden om de volgende dag nog 150 kilometer te rijden. Ondertussen heeft ons nest zijn badje gekregen, onze kledij is gewassen en al voor meer dan de helft opnieuw droog. Morgen moet Sabrina opnieuw aan de slag. Mijn buurman vroeg zo net hoeveel kilometers we in het totaal afgelegd hebben. Ik had het nog niet uitgerekend, maar het komt neer op 5170 kilometer.